hele goede morgen jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag weer maandagochtend. En dat betekent dat we weer lekker aan het ontbijt zitten. En dat eigenlijk alle vier de kinderen weer lekker gaan spelen op school. Hey, jongens? Ja. Ja, nou dus heel veel plezier op school. En wij zien jullie straks weer. Dan komt voor ons dit weekend ook Sinterklaas aan in het land. Dus voor jullie is het natuurlijk al afgelopen weekend geweest. Maar voor ons moet het nog komen, omdat we één weekje achterlopen met onze vlogs. En ik dacht, misschien is het wel heel erg leuk om als een soort van verrassing voor de kids zo meteen allemaal leuke pietenspelletjes te bedenken. Om ze al een beetje voor te bereiden op de komst van Sinterklaas. Dus ik heb ook allemaal leuke spelletjes bedacht. Dan wil ik zo meteen ook nog eventjes wat dingetjes verhalen. We hebben nog steeds geen pepernoten bijvoorbeeld gekocht. Ik denk, ja, dan ga ik ook pepernoten halen. En dan gaan we leuke spelletjes ermee spelen. Om al een beetje in de stemming te komen van het hele Sinterklaas avontuur. Wat we de komende tijd natuurlijk weer met z'n allen te wachten staat. Het geeft me altijd een heel fijn, gezellig gevoel weer om de Sinterklaasperiode in te gaan. En echt ook weer dat herfstgevoel. Dus jongens, vandaar. En ze hebben ook iets heel leuks in de speelkamer gemaakt. Hebben ze gisteren gedaan. Hebben jullie niet meer in de vlog gezien. Maar gisteren is er iets in de speelkamer toegevoegd. Waarin ze de hele dag hebben gespeeld. En vanochtend ook weer. En zo kwam ik eigenlijk op het idee daar dus iets leuks mee te doen. Maar goed, dat zien jullie dus zo meteen. Ik ga het even afronden. En dan zo meteen, voordat ik Luusjes ga ophalen. Of met Luusjes, moet ik even kijken. Met Luusjes denk ik. Ga ik heel eventjes nog langs de winkel. Om wat inkoopjes nog te doen. Boodschapjes nog te doen. En daarna de spelletjes voor te bereiden. Nou jongens, eens even kijken wat Daniel aan het doen is. Hangt hij al in het trapeze? Huh? Hij hangt nog niet in het trapeze. Jongens, ik ga het jullie laten zien. Kijk eens. Tra-tra-tra. Kijk, we hebben... een trapeze. Ja, of hoe je het ook mag noemen. In de speelkamer opgehangen. Hebben we gisteren gedaan. Ik had deze namelijk nog in de schuur liggen. En ik dacht, hey, ja, weet je... het kan natuurlijk ook best wel hier hangen. Het hebben de kinderen het zelf eigenlijk een soort van bedacht. En, oh man, we kunnen het ook boven die balk hangen. Dus ik heb het met touw vastgemaakt. Papa is blij, geen gaatjes in de balk. Nee, hoeft geen gaatjes in het plafond te boren. Ik heb deze weer opgehaald. Ja, want we gaan daar zo meteen wat mee doen. Ja. We hebben een verrassing voor de kids. Of gaat papa ook een trapeze hangen? Ik kan het ook niet houden. Ik ga even wat lunch maken. Je gaat Luusjes ja, even wat halen. Ik ga Luusjes even ophalen. En met Luusjes ga ik de allereerste pepernoten van het jaar halen. Pepernoten? Oh ja, moet ik die misschien verstoppen voor ons? Met papa. En de marsepeinen. Oh, neem ook die marsepeinen goud. Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval. Ja, leuk. Ik ga Luusjes ophalen van het kinderdagverblijf. En ik kook een eitje en salade voor de lunch. Ja, en Luusjes boterham. Oh, smerken. Eigenlijk moeten we nog een boodschapje doen. Ja, smerken zijn ook nog niet. Morgen doen we de grote morgen boodschap. Morgen gaan we naar de supermarkt. Morgen doen we de supermarkt. Eerst even bij de exit. Ja, nou, tot zometeen. Zo. Nou jongens, ik ben thuis. Oh, Pip. Ze zitten weer te etteren om die pakjes. Wat is er dan, Pip? Nou zit Pip dus dat pakje te beschermen voor Woesel. Nou, jij hier. En jij hier. En nou geen ruzie meer maken. Doe maar. Doe maar eten. Dan gaan ze weer allebei naar hetzelfde bakje. Pip, Woesel, hier. Hier ook een bakje. Goed zo. Braaf. Doe maar eten. Doe maar eten. Kom hier. Jij hier. Kom. Echt. Nou ja, als jullie denken waarom blaffen ze. Woesel en Pip zijn weer een beetje aan het irriteren voor dat eten. Doen ze altijd al horsjes dat we ze hebben dan... blaffen ze naar elkaar. Van, ik wil eerst al eten. Ik wil eten zonder pottenkijkers. Zegt Pip dan. Dan gaat Pip rustig eten. En moet wel zo niet te dichtbij komen. Want dan gaat ze weer blaffen. Dus ik heb het bakje verder weggezet. Dat moet ze zo ook al eten. Zit ze er nog steeds bij. Kijk. Kijk. Dit is het. Dan moet ze even daar ook dat bakje. Maar wij willen natuurlijk ook weer dat bakje. Ja. Af en toe jongens. Honden zijn af en toe net kinderen. Wat dat betreft. Maar in ieder geval. Wij zijn weer thuis. En ik dacht misschien wel leuk als... nou ja, leuk. Ik zal wel even laten zien wat ik net bij de Action heb gekocht. Dingetjes om te doen. Ik wil namelijk iets met cadeautjes doen. Dat ze cadeautjes ergens in de schoorsteen of zo moeten gooien. Weet je wel, dat is altijd wel grappig. Dus ik heb van die doosjes. En die doosjes kan ik later ook weer hergebruiken. Kan ik weer potloden en andere dingetjes in bewaren. Wat ook wel leuke doosjes. Dat zijn trouwens niet van de Action. Die zijn van de... Kik staat erop. Kik. Maar goed, daar heb ik er dus vier van gekocht. Twee wat grotere en twee wat kleinere. Maar ja, dit is natuurlijk niet echt Sinterklaas. Dus ik heb wel Sinterklaaspapier erbij gehaald. Zodat ik ze zo meteen even kan inpakken. Denken ze dat ze echt cadeautjes krijgen? Dat krijgen ze natuurlijk helemaal niet. Want ja, hè, daarvoor moet je je schoen zetten. En dit leuke bondje
heb ik gehaald. Dat is gewoon zo'n sierdingetje. Leuk voor op de bank te leggen. Ik dacht, op de bank bij de speelkamer hadden we nog niet zo'n eentje. Dus het is natuurlijk ook wel leuk dat ik laatst ook bij die andere gehaald heb met een andere kleur. 4 bakjes. Waarom dit precies is, gaan jullie straks zien. En daarna kunnen we het ook gewoon weer gebruiken om onze potloden in te zetten en pennen en stiften. Dan, ja, ik had nog sponsjes nodig voor bij de badkamer. Ik vind trouwens altijd super fijne sponsjes deze. Met dit gele spul. Ik vind het altijd heel erg fijn de badkamer mee schoonmaken. Dus die poets ik altijd de badkamer mee. Maar goed, dat gaat even helemaal niet over wat ik allemaal nog meer heb. Muntjes, want daar gaan we ook dingen mee doen. Chocolademuntjes, daar heb ik een leuk spelletje mee. En ik kwam ook nog deze super grote muntjes tegen. Ja, leuke lamp, die hadden we laatst ook gebruikt bij Luan zijn kinderfeestje in de schuur. En die hangt daar zo leuk. Het is een lamp zonder stopcontact. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk om met batterijen, daarom had ik batterij meegenomen, deze op te hangen bij de speelkamer. Daarboven bij de balustrade. Ach, kijk. Nu hè, nu is Woesel dus daar gaan zitten. Kijk, daar. En nu kan Pip dus niet eten, want Pip voelt zich nu bekeken. En daarom blaft ze dan zeg maar naar Woesel. Echt waar jongens. En honden leven af en toe. Begrijp ik niet altijd wat van. Maar goed, even kijken. Wat hebben we nog meer? Billendoekjes moeten we nog hebben. Dan hebben we de pepernoten. De eerste pepernoten van het jaar heb ik in huis gehaald. Jongens, het is hoeveel? November? 7 november? Volgens mij is het 7 november vandaag. Nu pas heb ik pepernoten voor het eerst gehaald. Ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld, jongens. Gewoon puur omdat we anders veel te veel snoepen van de lekkernij, zeg maar. En ik ben altijd gek op tataartjes. Dus niet iedereen dol op volgens mij in huis. Maar ik vind tataartjes vind ik echt... Dat wint voor mij altijd wel een soort van Sinterklaas snoepgoedprijs. Want ik, vanaf kinds af aan hou ik al van tataartjes. De spelletjes en de kleurtjes ga ik zo meteen inpakken. Spelletjes klaarzetten. En dan gaan we zo meteen eerst even lunchen. En Daniel is even in de tuin een rondje in de wandelen met de kinderwagen. Dat Lucius even lekker kan slapen. Hij had trouwens wel geslapen op het kinderdagverblijf. Maar hij doet altijd 2 slaapjes. En nu heeft hij een ochtendslaapje gedaan. En nu doet hij zijn middagslaapje. En hopelijk is hij dan zometeen fit. Dat ook als die andere kinderen dan ook weer thuis komen, zometeen dat hij lekker mee kan spelen. Voor zover hij het ook mee kan spelen. Maar in ieder geval erbij zijn vindt hij allemaal geweldig. Dus jongens, dat. Ik ga het even opruimen. En even een boterhammetje smeren. Nou, daar is hij weer. Slaapt hij? Ja, ik ben even zijn kinderwagen. Ik heb 1 rondje onder het huis en dat daar. Dan is hij gelijk weer. Tenig, ja. Ze staat hier weer onder de vlammen. Ik heb de kier, dus je kan hem zo zien. Ja. Ga maar lekker slapen als dat broer en zuster komt. Nee, lekker. Kun je weer meespelen, dan kan je veel gaan. Hij had het leuk gespeeld hoor. Ja. Nee, in het laatste merkte je wel dat hij was aan het rondlopen. En hij riep mama, mama, mama. Dus dan merk je wel dat hij op zijn einde is. En ik denk dat ze nu mama zegt. Ja, hij zegt nou ook mama. Mama. Ja. Een bal. Kijk, en nu is het dus weer omgedraaid. Nu zit Woesel dus te eten. Van dat bakje van Pip en zit Pip hier toe te kijken. Hip, Pip. Ja. Kijk, en dit bakje staat dus gewoon nog daar. Daar eten ze dus allebei niet uit. Dus we hebben net wat van daarin gedaan. En dan eet hij weer. Hé, Woes. Beetje apart zijn jullie, hè? Ja, kijk, dan pak je weer bijna leeg. En dan ga jij zitten toe kijken. Hé? Heel apart hoe jullie samen eten. Om de beurten. Het is hetzelfde bakje. Nou, Daniel die is even Luan en Lucilla en Lixie ophalen van school. Lucius die doet nog lekker zijn slaapje. En ik ben ondertussen bezig met het voorbereiden van de pietenspelletjes. En daarvoor heb ik de laarzen nodig. Alleen, ik denk voordat ik naar binnen ga, eerst even kijken of dat uitkomt. Voordat ze zometeen pepernoten erin doen en er een halve zandbak uitkomt. Nou, Luan valt altijd wel mee. Lucilla, die valt ook wel mee. Klein beetje zand. Zag je het? Klein beetje. Maar ja, nu de vraag. Lucie? Ja, Lucie zit er wel veel zand in. Oh, best veel zand. Halve zandbak eigenlijk. Kijk, ja, voordat ze zo meteen de pepernoten in de laarzen gaan mikken. En ze willen opeten. Is het niet zo fris. De laarzen zijn in ieder geval schoon. Die zijn gepakt. Die ga ik naar binnen brengen. En ik heb andere dingetjes ook al klaargezet. We gaan het allemaal doen in de... speelkamer jongens. Ik dacht, het is toch heerlijke ruimte. Waarom niet lekker ook een beetje benutten. Kijk, ik heb hier alles een beetje klaargezet. Ik heb ook een bak neergezet met appels. En zometeen ga ik jullie een beetje vertellen hoe of wat de spelletjes gaan. Maar eerst wil ik even nog de cadeautjes inpakken. De nep cadeautjes jongens. Want ik ben natuurlijk geen
Piet of Sint. Dus ik heb geen echte cadeautjes, maar ik heb nep cadeautjes. En we hebben hier een rol papier. Zo, het zijn recht. Niet helemaal recht, maar dat maakt niet uit. Hier een rol papier. En dan gaan we eerst eventjes... Op zich zijn het al wel leuke cadeautjes, jongens. Maar om toch een beetje in het Sinterklaas sfeertje te komen... ga ik ze gewoon inpakken met Sinterklaas papier. Is wel net zo leuk. Maakt het natuurlijk wel meer af. En dan ja, auw. Ik stijg gewoon mezelf in dat papier. Zo irritant. Dat je jezelf snijdt aan zo'n rand. Kennen jullie dat? Oh. Nou, gelukkig niet heel veel bloed. Dan irritant velletje los. Maar goed. Jongens, wat wou ik zeggen? Oh ja. Van het weekend mogen de kids dus ook hun schoen gaan zetten. Tenminste, dat hebben de Pieten beloofd. Zodra ze in het land zijn, mogen ze hun schoen zetten. Even plakband. Maar tot die tijd is het nog niet zover voor ons. Jullie misschien al licht al wel. Als je schoenen preset, laat even weten in de reacties wat je allemaal van leuke dingetjes hebt gevonden in je schoen. Lekkere dingetjes hebt gevonden in je schoen. Dat kan natuurlijk ook. Maar voor nu houden wij het nog even bij nep cadeautjes. Zodat we in ieder geval een leuk spelletje kunnen spelen. Om een beetje in de stemming te komen. En tadaa. De nep cadeautjes zijn ingepakt. Klaar voor het spelletje voor zo. Ondertussen is het me gelukt om het lampje daar op te hangen. Maar ik zie in de verte al een auto aankomen. En er loopt iemand voor de auto. Wat is dat nou weer? Hé! Hey! Ben je in het rennen voor de auto? Hé, hey, wat is dat nou weer? Hallo, hé! Hey. Heb je een heel stuk gerend? Echt waar? Oh, heb je weer mooie stenen gevonden? Oh, liefie, die is mooi. Je mag naar de volgende raam. Ja, tweede raam. Dag! Was het leuk op school, liefie? Ja? Hoezo ging je rennen dan? Vond ik leuk. Vond je dat leuk? Heb je alvast een warming-up gehad? Ja. Wat zijn die appels? Ja. Ze zien alweer van alles. Oh ja! Hoi, super! Dat is weer wat de pizza! Vind je het leuk? Ja! Wat heb je allemaal? Oh, jongens. Nee. Gaan we spelletje? Nee, dan niet opeten, hè? Doe even. Nog niet opeten. Mag je nog niet opeten? Ah. Is met de vlecht? Zit hij nog goed? Kijk, dus je weet een hele mooie vlecht. Oh, is die jou nou uit? Ik had helemaal bij Luxie ook helemaal een invlecht gemaakt. Ja. Maar je hebt nog wat dunnere haartjes. Maar die zit in mijn tas. Dit elastiekje. Oké. Okay. Echte pakjes. Ja, echte pakjes. Maar zit ook nog echt wat luxe. Wat denken jullie? Is Sinterklaas al in het land? Nee. Nou, zijn dat dan echte pakjes? Nee. Maar vandaag begint wel het Sinterklaasjournaal. Gaan we die vanavond kijken? Goed. Ja, met pepernoten. Ja, met pepernoten. Ja. En met chocola. En met de chocola. Kom, snel jas uit. Schoenen uit. Ik heb een snel spelletje. De kinderen zijn er helemaal klaar voor. Ze hangen al hier in de trapeze. Hey, ik zie een Piet in de trapeze. Wat is dat nou weer? Kijk, wat Silla. Zo, niet te hard. Oh, er vliegt een Piet de lucht in. Het eerste spel gaan we even uitleggen. Luan heeft een cadeau. En die doet hem tussen de benen van Luan. Lucilla. Dan geeft hij Lucilla een goede duw. Dan hebben we hier een wasmand. Oh, dat was al heel snel. Dat was meteen raak. Dan hebben we een wasmand en dan moet Lucilla met haar voeten. Tjam. En die wasmand is een schoorsteen, inderdaad. Dat is het eerste spel. En dat gaan we vier keer doen. Hier staat de schoorsteen. Gaat haar dit lukken? De ja of de nee? Ja! Goed zo. Volgende cadeautje. Eén goede duw. Nee! Mis. Volgende cadeau. Concentratie, reparatie, rust. Ze slingert... Oh. Mag ze nog een keer of nee, hè? Maar dat was mijn vierde of vijf. Nee, dat mag nog een keer. De derde was dat. Nee. Ja, één punt voor Lucilla.
klaar. 1 punt. Zit er 1 cadeau in? Ja, helaas. 1 cadeau. Nou, schrijven we op. Nu nog even goed verder. Bij Lucilla schrijven we 1. Oké, Lucilla. Is er in? Bijna. Nou, benen weer tussen. Cadeautje bedoel ik. Kan jij? Ik vind het. En nu is het spannend. Ja? Mom, nee, want je slingert er nog niet, liefie. Oké, hou me tussen. En als jij denkt dat hij kan. Bijna. Goed zo, Luxie. Ja! Oeh, hij was zo mooi. Hij was zo mooi, Luxie. Nog een keer. Hoe gaat het? Oh, je mag nog een keer. Je mag nog een keer. Je hebt nog een cadeautje daar. Oh, gelukkig heb ik hier een poef. Goed zo, hou hem vast. Hou hem vast. Kijk waar hij heen moet. En laat hem los als je denkt dat hij los kan. Oh, Luxie, bijna. Helaas, geen punten voor Luxie. Het is een hele lenige piet dit. Ja, maar ik ben echt een lenige. Ja, ik zie het. Houdt hij het allemaal wel? Oh, ja. Het is pijn. Echt pijn. Ik weet niet of ik dat moet. Ja. Nou, dan moet je ze toch iets wijder doen. Oké, hoe gaan we het ooit doen? Ja. Tussen de benen? Ja. Oké, nou, Sil geeft hem aan een slinger. Kijk of Leon het ook kan. 1, 2. Ja! Ja! Goed zo! Kom op, Lu. Tweede poging. Ja! Hij mag van mij wat verder. Moet ik hem iets verder wegzetten voor jou? Dat is wel eerlijk van jou. Oké. Ja, dit is wel wat. Laatste poging. Nee, dit is jouw formaat, dit, Lu. Ja, maar toen jij wat verder had gedaan, had Michelle ook nog wat gedaan, hè? Oh. En de vierde poging, Johan, kom op. Harder, nog een keer. Nog een keer. Harder. Nee, ik ben echt harder. Ja! Johan gaat er. Heel goed. Hoeveel zit er erin? Mama, streepjes. Mama, streepjes. Ja, streepjes mag je zetten. Ja, 3 cadeautjes zitten erin. Toppie. Nou, op naar de volgende. Ronde. Oké, jongens. Als een Piet moet je natuurlijk ook wel goed over de daken kunnen lopen. Ja. Maar niet zomaar over de daken kunnen lopen. Je moet met een cadeautje over de daken lopen. En vervolgens moet je het cadeautje in de schoorsteen mikken. Maar, luister. Het cadeautje heb je niet al vast. Nee, het is de bedoeling dat jullie over dit dak gaan lopen. Maar op het moment dat je hier bent. Ik ga er niet op staan, maar houdt hij niet. Kijk je naar boven en dan komt er van boven een cadeautje. Die moet je vangen. Nee. Terwijl je op het dak zit. Want Pieter, gooi je naar elkaar alle cadeautjes. Ja. En als je die hebt gevangen, loop je door hieroverheen. En dan hier, vanaf hier gooi je hem. Poep. In de schoorsteen. Dat is de opdracht. Wie begint? Gaat het lukken? Luxie wil beginnen? Maar ik ga de cadeautjes gooien. Ga jij de cadeautjes gooien? Ja. Net op tijd. Luxie is wakker geworden. Voor de volgende ronde. Luan zit boven. En Luan die gaat pakjes naar beneden gooien. Nood! Er zijn allemaal Sinterklaasliedjes aan het zingen. Een gekkenhuis hier. Eerst loopt ze over het dak. Heel voorzichtig. Onder het pakje staan. Ja? Gaat ze hem vangen? Gaat ze hem vangen? 1, 2. Oh! 1 poging mislukt. Oké. Volgende pakje. Gaat ze hem vangen? Ja, ik doe even wat lager. Kan hij? Ja! Oeh! Maar ze staat nog steeds op het dak. 1, 2. Oh! Dus je moet iets naar voren. Ga maar iets verder op het dak staan. Lucilla die gooit ze even naar Luxie toe. Dan kan ze alsnog proberen de pakjes in de schoorsteen te gooien. En dan tellen we dat ook gewoon als punt. Goed? Oh. Oh. Oké, Luxie, volgende pakje. Oh. Niet erbij. Ja, doe maar iets. Ja.
stop. Ja. Ja, dat is wel lief van jullie, jongens. Ik kan daar nou niet bij. Nee. Goed weten. Ja! Yeah! Okay, laatste pakje. Nou, dat was 1, 2, 3. Nog 1. Ja, ja, nog 1. Ja, laatste pakje. Ja! Yeah! Twee punten. Luxie. 1. 2. Goed zo. Oké, dan gaan wij ze samen gooien. Ja, we gaan hun ze samen naar Lucilla gooien. Kijk of je Lucilla kan vangen. Oh, daar. Lucilla is vast even aan het oefenen. Of dit goed gaat. Hop, ja. Luxie dan met de pakjes naar boven. Ja, heel goed, Luxie. Ja, zo worden jullie echte pieten, jongens. Ik ga hier met Lucius kijken. Zo laag mogelijk. Hoe ze het gaan doen. Deze, ja? Ja. Gaan de pietjes doen? We gaan de pietjes doen. Mama. Ja? Ja, probeer hem te vangen, Sil. Ja! Goed zo. En ze loopt door, ze loopt door. Gaat hij erin? Gaat hij erin? Ja! Goed zo, Sil. Gaan we terug. 2. Ja! Ja, goed zo. En? Jee! Nou, Sil, lekker bezig. Lucy okay. Deed cadeautjes. Daar komt hij weer, hè? Ja. Woe, Sil! Oh, Lucy, dit is je lichter. Oh, Lucy. Lucy wil ook een cadeautje. Kijk eens, jongen. Hier. Mama, cadeautje. Maar dan moet ik wel tellen dat het 3 waren. Ja, het waren er 3. Ja. Oh, oh, oh. Mispoes. Nou, volgende. Oké. Okay. Lucy's. Zeg maar jij, Sil. Ja. Maar ze was zo lekker bezig. Hoeveel zit er in? 1. Ja, en Lucie zat erin uitgehaald. 2 punten voor Lucilla. Meisjes zijn boven met de cadeautjes. Luan die gaat een poging wagen over het dak. Ja, klaar voor de start? Daar gaat hij. Balans. Ja, goed zo. Ja, en... Hoppa! Yo! Ja, appeltje eitje voor Luan. Met zijn lange benen en lange armen. Nou, ik maak het iets moeilijker. Oké, dat is heel goed. Ja, dat mag. Ja, dat mag. Iets moeilijker. Ja, ja. Goed zo! Hoppatee. Nou, Sil, nog een keer wat moeilijker. Goed zo, Luxie. 1, 2... Ja! Nou, duw erin, dan heb je 4 keer. Ik kan nog verliezen. Maar nee. Yo! 4 punten voor Mila. Dat ging ze aardig goed af. Ze hebben al over de daken gelopen. Ze hebben al geslingerd door de trapezen. Ze hebben pakjes in de schoorsteen gemikt. Maar een piek moet natuurlijk ook heel goed pepernoten kunnen strooien. En niet zomaar kunnen strooien. Nee, nee, nee. Het moet recht in... De laars of in de schoen. Nu heb ik al het nodige zand eruit geschud. Doe straks voor jullie. Luan had eigenlijk geen zand erin. Lucilla had een klein beetje zand erin. En Luxie? Die had een hele zandbak erin. Dat is het verschil tussen jullie 3. Je had een lekkere zandbak in je laars. Aangezien de kinderen natuurlijk 3 verschillende soort niveaus hebben, ga ik voor Luan de laars. Oh, ga je het zelf bepalen? Je denkt dat je dit wel kan? Zo. Oké, okay. Luxie, waar moet jouw laars staan? Daar? Zo. Zo hier. En Lucilla, waar mag die van jou staan? Nee, op een eerlijke manier. Hij moet verder dan Lucilla. Hij moet verder dan Lucilla. Nou, Luxie. Luxie. Dus. En dichterbij dan Luan. Ja. Ja. Top. Zo snel en zo veel mogelijk pepernoten gaan gooien in de laars. En dan kijken we na 1 minuut wie de meeste pepernoot heeft. Die heeft een punt verdiend. Klaar voor de start? Af. 1. Kom op jongens, het gaat hartstikke goed. De pieten doen het altijd heel snelkeurig. Ja. Er liggen allemaal pepernoten in de schoen, niet eromheen. Ja. Zometeen heb je geen pepernoten meer en dan kan je niet meer gooien. Oh, ik pak gewoon niet zo. Ja, goed zo. Ja. Oké, 10. 9, 8, 7, 6. Luxie, op je plek zitten. Oh, ik pak even een pepernoot. 5. Nee, Luxie, nee, dat mag niet, jonge dame. Nee,
En Luxie halen we er een paar af. 4, 3, 2, 1. En stop. Oké. Nou, Lucius heeft een ander spelletje gevonden. Ja. Alle pepernootjes terug in de kom doen. Goed zo, jongen. Nou, hebben jullie ze allemaal neergelegd? Ja. Nou, we kijken wie er winnaar is. 2, 4, 6. 28 voor Lucilla. 2, 4, 6. Deze haal ik eraf, want je had er eentje vals gespeeld. 32 voor Luxie. 2, 4, 6, 8. 36 heb je niet vals gespeeld? Nee, echt. Nou, heb je. Maar, Luan heeft dan gewonnen. Maar ik zou dat een van deze. We gaan hem nog een keer doen. Vind je dat een goed idee? En nou gaat mama heel erg goed opletten of er niemand vals speelt. Goed zo, Luxie. Oh, liefjes. Dank je. Ha. Ja, maar soms kun je er niet komen. Maar mama, moet je over obstakels heen. Doen Pieter het gewoon zo. Mijn Pieter doet het zo. Oh. Maar dan moet je wel kunnen als je Piet wil worden. Ja, je moet wel goed kunnen mikken. Dat is wel heel belangrijk. Ja, want het hoeft niet per se over pepernoten in de schoen te gaan. Er kunnen ook andere dingen zijn waar je goed moet mikken. Ja. Mama. Ja. Voor in de bomen klimmen. Je moet ook in de bomen klimmen, ja. Van de bomen op de daken. Maar ik denk dat dit potje niet echt. Ik denk dat dit potje niet echt wat is geworden, of wel? Nou, dat zou je nog wel zien. Nou jongens, het derde potje is ook weer met 2 puntjes verschil gewonnen door niemand minder dan... Ja. Luan! Oké, nou jongen, 1 puntje erbij. Nou, dan gaan we snel op naar de volgende. Rende! Ik zag je. Ja. Yes. Het volgende onderwerp, het spel, volgende spel, is iets met deze. Munten. Gouden munten. Oh jee, daar komen ze allemaal op af. Mag ik proeven? Oké, nee, mag ze niet proeven. Dat doen de Piet ook niet. Wat nou als Piet van al die muntjes gaan snoepen? Dan zijn ze zo, dan kunnen ze niet meer op de daken. Ja, val maar weer dicht. Nee. Luister jongens. Ik heb toch al even opgegeten, een grapje. Je zult hem opeten. Dat kan nog niet, liefie. En wat de bedoeling is, hey. Ja. Oh, die ligt daar. Die is niet opgegeten. Oké. Okay. Die is niet opgegeten, hè? Nee. En ook hier die jou, hè? Hier, kijk deze. Ook niet. Ja, deze twee. Oh, deze. Oh, kijk dan. Het is helemaal in zijn mond. Hij denkt echt dat het gewoon even... Mijn Lucie is maar, een muntje eraf houden. Wat gaan we doen met deze muntjes? We gaan... Ik weet het al. Vertel. Ja. Nou, mama gaat boven staan en wij moeten met deze pennenbakjes... Ja. Die regende... Geen regend gehaktballen, maar regend munten. Chocolademuntjes. Chocolademunten vangen. En wie dan zoveel mogelijk munten heeft, die krijgt een punt. Een punt? Ja. Ik ga boven staan. En dan ga ik naar beneden, dus strooien. Strooi! Hier heb ik de muntjes. En ik ga nu naar boven toe. Jullie mogen er onder gaan staan. Dan ben ik benieuwd wie de meeste muntjes gaat vangen. Kijk, je moet zo hoog mogelijk, want dan heb je de meeste kans. Ja. Goed, ze doen zo hoog mogelijk. Nee. Nou, begin. Laat maar eens even zien. Hoeveel heb jij er? Zo, Luxie heeft zelfs hier een plekje op de hoofd. Van een ja, meisje. Van deze. Oh, schatje, toch. Soms moet je er wat voor over hebben. Die pietjes die hebben dat ook, denk ik. Tuurlijk, ja. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 heeft Luxie. Nee, man. Dat nou, Luan. Nee, Luxie heeft een... maar dat is niet erg. Luxie verdient wel een punt. Ah, oké. Okay. Nou, Lu, nou jij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En Lucilla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Ook 7. En nu is het opeten. En wie heeft er dan een punt? Luxie! Luxie! Nou, schatje, zet daar een punt neer bij jouw naam. Mag jij er een punt op zetten?
op het scorebord. Kijk, Luan die stelt natuurlijk wel voor. Een punt voor. Luxie. En dan mogen we er eentje opeten. Eentje. Mama, ik heb deze openmaak, maar nu is hij al weg. Is hij weg? Oeh, wat vreemd. We hebben over muntjes gesproken, jongens. We hebben hier een hele grote munt. En niet één, we hebben er precies... Vier grote munten. Maar ja, wat gaan we daarmee doen? Wat gaan we daarmee doen? Opeten! Ja. Opeten, ja, dat doen we niet nu. Dat doen we een andere keer. Want ik heb hier ook een heel leuk spelletje mee bedacht. Namelijk, geen stoelendans, maar... Tafeldans. Muntendans. Hè? Op alle... punten van de tafel ligt een munt en daar moet je dan gaan opzitten. En jullie gaan zometeen met z'n drieën dansen om de tafel als je muziek hoort. Als de muziek stil is, dan pak je zo snel je kan, pak je een munt. En iedere ronde gaat er één muntje van de tafel af. Dus er gaan steeds minder muntjes liggen. Wie het laatste overblijft, heeft... Oké, gaat eentje gaat er weg. Zo, okay. Op alle hoeken weer eentje leggen. Goed zo. Nieuwe Silla. Yes. Dat hoeft niet, schatje. We gaan zo meteen nog een ronde doen. Nou, oké. Okay. Ga nog een ronde doen. Nee, zo. Dat is wel heel lief. Dat is wel heel lief. Nou, we gaan hem zo meteen sowieso nog een keer doen, hoor. Er ligt nu nog maar één munt. Nou, wie heeft er gewonnen? Nu. Nee, we gaan nog twee rondes doen. Hoor. Jij... We gaan alle muntjes weer op de tafel leggen. Ja. Alle muntjes. Het laatste is niet op muntje. Zo, heel goed. Eentje weg. En we gaan weer. Goed aan op de dag. Ik weet zo uit en voel hem alleen nog graag. We zijn in Nederland waar. Ik heb nog steeds. Eentje weg. Ik op het kasteel. Wat op de weg is echt. En het kasteel. Ja, jongens. Ja, ligt eruit. Nu is een kusje. Luan ligt eruit. Heel van het nachtgevallen. Oh. Tussen Luan en Lucilla. Ik moet op de kaart staan. Dan ga ik het niet vandaag. Jullie dansen helemaal niet. We staan niet zeggen. Ja, wat mag niet. Nee. Een punt voor Lucilla. Oké, jongens. De allerlaatste opdracht van deze pittengebeuren spel iets... Dat is iets met appels. Want ja, we hebben pepernoten gehad, we hebben chocola gehad en we hebben cadeautjes gehad. Maar het paard wil natuurlijk ook wat. Een appel. En het paard wil dus wel een... appel. Een appeltje. Een appel die is in het water gevallen. Oh ja, nou... Dat en jullie pieten lopen met al die cadeautjes in je handen over de daken en kunnen niet bij die appel. Maar ja, het paard heeft honger. Dus jullie moeten gaan proberen... de appels uit deze bak met water gaat te halen zonder je handen of voeten te gebruiken. Is het mogelijk? Ja.
Is het wel leuk? Liesjes vindt het niet. Liesjes vindt het nu al een leuk spelletje. Gaan we zo. Maar Liesjes, die gaat wel zijn handjes gebruiken. Ah, Liesjes. Oh, schaterlachje. Nou, we gaan beginnen. Zijn t-shirt. Oh, Liesjes. Wie wil er beginnen, jongens? Volgens mij Liesjes. Ja. Oké. Lucie gaat ook meedoen, hè? Ja. Ik mag beginnen. Zo, Lucius. Lucius, helemaal. Lucius, kijk eens, je bent helemaal nat. Hey, Jiffy. Het heeft hij volgens mij helemaal niet in de gaten. Nee, ik denk gewoon hartstikke leuk. Oké, Luan, ben je er klaar voor? Ja. Zonder handen te gebruiken. Ze gaan ook heel erg heen en weer. Met je mond proberen de appels te pakken. Okay, kunnen we hier doorheen kijken? Gaat het hem lukken? Oh, Liesjes. Ah, nummer 1. En Liesjes. Ja, nummer 2. Houd je adem in. Nummer 3. Helemaal nat. Kijk dan. Nummer 4. Ja, je hebt ze allemaal, Luan. Punt voor Luan. Wil je een doekje? Kijk dan, helemaal nat. Wie wilt er nu? Ja? Liesjes. Lucie, steen papier. Nou, Lucilla. Nou, ga je gaan. Ik heb niet gezien in mijn gezicht. Nee, zo. Maar ik kan ook op een andere manier. Hoe dan? Met je voet? Nee. Dat mag niet. Je mag niet je armen geen handen en je voeten gebruiken. Dan... Moet je er echt... Oh, kijk, Zil, je kunt nu. Ik kan het niet kijken. Koppie! Nee, dat ga ik niet doen, Doe maar, ik ga het echt niet doen. Beloof ik. Je moet het daarvoor over hebben, hè, Zil. Kom maar, bijt erin! Bijt erin! Het is maar water, Zil. Ja, Zil, met je tong werkt niet, hè? Je moet verder met je mond erin. Bijt erin! Ja! Oké. Goed zo. Zil heeft tenminste 1. Volgende. Kom maar, Zil. Bijt erin! Hats! Hats! Ja. Hats! Bijt erin! Waarom doe je dat? Ja, omdat hij dan meer... Dan gaat het klotsen. Ja. Volgens mij gaat het niet meer lukken, hoor. Oh, Zil, geef je het op? Nee. Ja, nou, we kunnen hier wel 2 uur gaan zitten. Ja. Hier, kijk, nog een beetje zo. Ja, stop. Nou, kom op, Zil, je kan het. Kom, je kan het. Ik ga er niet bij. Doe niet. Oké. Ja! Ik ben niet bij. Oh. Je moet gewoon helemaal met je gezicht. Je moet met je gezicht. Nou. Ik ga je kan het. Ja. Kom. Kom op, er helemaal in. Ja, dat doe ik. Zo, je moet hem in een hoekje lokken. Een hoekje, dat is juist lastig. Nee. Ja! Nou. Goed zo. Ja! Maar die kan het niet, hè? Kom, Zil, je kan het. Je kan het. Hij gaat in het hoekje. Ja, lok hem in het hoekje. In het hoekje. Bijt! Bijt! Bijten! Ja, Zil, nu. In dat hoekje bijten. En helemaal in. Ja, in het hoekje lokken. In het hoekje, ja. Ja. Zil, hier. Oh, bijna. Zil, ja, oké. Okay. Nee, ik ga niet op. Zil, geef niet op. Je moet hem in het hoekje lokken. Dan kan er geen kanten op. Ik kan het niet. Volgens mij wil Lucius je helpen. Wacht, ik weet iets. Vals spelen. Kijk. Ja, en hoe ga je nu weer ruimte halen? Gaat dat dan lukken? Heb je dan? Ja, goed zo, Zil. Toch nog gelukt. Goed, nou, ook een punt voor jou, hoor. Heel dapper.
En nou, Luxie? Luxie. Luxie zit de appel lekker te eten. Die zit de appel lekker te eten. Wil jij deze overstaan, liefie? Volgens mij vindt Dusjes wel leuk met het water spelen, zie je? Dusjes, die houdt er wel van. Nou, ze gaan weer in de trapeze hangen. Pieter in de trapeze, jongens, hier in huis. Piet, Lucilla hangt op de kop. Ja. Hé, maar jongens, het spel is afgelopen. Nee! Wat vonden jullie ervan? Hé, wie heeft er gewonnen? Zullen we eens even kijken wie er heeft gewonnen? Ja, Lua. Hebben we een winnaar? Hebben we een winnaar? En de winnaar is? Lua. Lua. Lua heeft er 11. Ja. Lux heeft er 3. Ja. Ik heb er 5. En jij hebt er 5. Nou jongens, ik vind dat jullie het hartstikke goed hebben gedaan. Maar ik hoop ook vooral dat jullie het heel erg leuk vonden. Want daar gaat het om. Ja. Toch? Ja. Precies. Precies. En volgens mij heeft papa het eten klaar. Mama, ik heb het eten. Zullen we eens even gaan kijken in de keuken dan, liefie? Wow, komt er Piet aan. Ja, okay. Gaan we eens even kijken in de keuken. Hm? En dat is jullie prijs, het lekkere eten van papa in de keuken. Wat vindt u ervan? Goeie prijs, het ruikt heerlijk, jongens. Papa heeft lekker gekocht. Keuk dan toch, papa. Papa is de... Papa heeft een lekkere pasta gemaakt. Pasta met Anita. Lekker, lekker. Ja, papa aan de salade. Nou, lekker aan tafel. Nusjes, die komt daarheen met die, dat zwaartje. Dat was met het water te spelen. Oh, ja. Die leggen we in de la. Dus ik ben trots op de hulp, Pieter. Was het leuk, weet je het? Zeker. We zijn helemaal naar vorm, hoor. Nou, super fijn. Vonden jullie het weer leuk om vandaag met ons mee te kijken? Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zie je morgen weer een nieuwe. Flo. Tot morgen. Dag, Lucius. Super lekker. En is het allemaal? Pesta macarito. De dag, want de tijd vliegt snel voorbij.